Goedendag allemaal. Het is vandaag vrijdag de 23 augustus 2019. Het wordt een mooie dag en het wordt een mooi weekend. Maar we konden onszelf van de week wel voor de kop slaan vanwege een stommiteit die we uithaalden. Waarvan je achteraf denkt, ja, hoe is het mogelijk dat je dat nou doet? Wat gebeurt er? We hadden nogal een drukke, hectische middag achter de rug en die nogal wat irritatie opriep. En dus je was wat uit je doen, zou je kunnen zeggen, op een of andere wijze. Allemaal niet zo belangrijk, maar wat gingen we doen? We moesten nog iemand ophalen die op ons had gerekend. En we rijden weg met de auto. En ik dacht, nou, ik zal nog even bijtanken, hè, want ja, dat is toch makkelijk. Je weet niet hoe ver je nog nodig hebt. Er zat nog genoeg brandstof in de tank overigens, maar toch, we dachten, weet je wat, we tanken even bij. Dus we stoppen bij een Shell station. Dat is ons vaste adres waar we altijd tanken. En we stappen uit. We doen het klepje open, we pakken de slang. Kijken even natuurlijk, we denken, ja, het moet er wel diesel zijn, maar op een of andere manier hadden we achteraf bekeken de juiste slang te pakken. Maar toen dachten we, ja, we hebben ergens gelezen dat die namen gaan veranderen. Hebben we het nou al goed? Dus we pakken een andere slang. Niet helemaal erbij stilstaan dat dat niet de goede was. Dus we gaan tanken. Toch nog ergens in de kop bleef het een beetje hangen van, heb ik het wel goed gedaan? We kijken nog een keer naar het bord en we zien dat we nu benzine zitten te tanken in onze dieselauto. We hadden ondertussen al 16 liter erin zitten. We schrokken natuurlijk en we stopten onmiddellijk, dat begrijp je. Maar ja, we hadden het kwaad was in principe natuurlijk al geschied. We konden niet geloven dat we dat nou hadden gedaan, want we tanken natuurlijk al jaren en altijd hetzelfde nog nooit gehad. Dus we gaan naar binnen, naar dat benzinestation, we zeggen tegen de juffrouw, moet je luisteren, ja, we hebben toch wel echt benzine getankt, neem ik aan. Ja, zegt ze, meneer, dat heeft u zeker. Ze zegt, maar als ik u was, zou ik er toch maar niet meer mee rijden, want dat is niet verstandig, want ja, dat wil niet lukken. Maar een klein eindje, dat kan wel, en het beste wat u dan kunt doen, is dat u de ANWB maar belt. Ja, daar ging hij dan. Dus we rijden nog, gelukkig konden we zo'n meter of 20 rijden, geen probleem. En daar stopten we en we gingen naar de ANWB bellen. Yo, ik moet zeggen, dat viel ontzettend mee, want we hadden vrij snel contact. Een hele vriendelijke juffrouw aan de lijn, die wilde weten hoe we heten, onze geboortedatum, ons lidmaatschapnummer, etcetera, etcetera. En toen we het uitgelegd hadden hoe het allemaal zat, zei ze, ja meneer, u kunt best maar gewoon even wachten. We sturen iemand naar u toe en die komt u wel uit de brand helpen. Ja, goed, prima. Dus ze zei er nog bij, dat kan 1 uur tot 1,5 uur duren voor ze bij u zijn. Ja, stonden we dan. Dus gelijk even naar degene gebeld die we op zouden halen, want die zat al helemaal pontificaal aangekleed om ergens mee heen te gaan. En ja, die was natuurlijk ook wel weer teleurgesteld. Die zei, ja, ik kun er niks aan doen, blijf maar even zitten, want we weten ook niet hoe snel dit allemaal zal gebeuren. En ondertussen kon je natuurlijk wel zeggen dat we nog op een gunstige plek waren gestrand, want ja, je zult het minder op de snelweg hebben of je zult het langs een drukke straatweg hebben dan, ja, en dan moet je stoppen of je motor die begeeft het. Dus we stonden helemaal niet zo verkeerd. Rustig wachten in de auto, het was mooi weer, ik kon er ook af en toe nog even buiten zitten, het zonnetje kijken ondertussen op het mobieltje, want ze had gezegd, nou, u kunt zien hoe het allemaal gaat. Nou, we moeten zeggen dat dat buitengewoon een buitengewone zaak is van die ANWB, want we zagen op een zeker moment de eerste half uur niks. Er was geen beweging in te zien, dus ze waren nog niet vertrokken, er was nog niks gebeurd. Maar ja, geduld is een schone zaak en we hadden geen keuze. We konden nog steeds onszelf wel voor de kop slaan, links en rechts, maar dat hielp allemaal niet, want het kwaad was natuurlijk geschied. Maar op een zeker moment kwam er ineens toch beweging in het beeldscherm. We zagen dat ze waren vertrokken en dat ze onderweg waren. En dan ben je toch wel blij dat je natuurlijk ergens zo lid van bent. En we zijn al sinds 1992 lid van de ANWB. We hebben ze eigenlijk nog maar 2 keer, dit was dan de 2e keer, hadden we ze nog maar 2 keer echt nodig gehad. We hebben natuurlijk elk jaar trouw die contributie betaald, dat lidmaatschap, hoe noem je dat? Maar ja, dat is nou helemaal de verzekering die je jezelf geeft, dat wanneer er wat gebeurt, dat je daar ook wordt geholpen. 27 jaar lid waren we dus. Maar goed, we zagen de vooruitgang langzaam maar zeker op ons schermpje aankomen, dat ze eraan zouden komen. En op een gegeven moment zagen we dat het nog 20 minuten zou duren voor ze er waren. En nog 10 minuten zou duren voor ze er waren. Ja, het is een fantastisch systeem natuurlijk, hè? Dat je dat allemaal zo tegenwoordig, dat je niet in het ongewisse bent van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En dan kwamen ze hoor, we zagen ze al in het spiegeltje, zagen we ze aankomen. Stonden heel gunstig, zeggen tegen die mannen, ja, we staan hier met schaamrood tot de kaken, want hoe kunnen we dat nou toch doen? Ja, zeggen ze, meneer, schaamt u zich maar niet, want u bent echt niet de enige die dit overkomt. Ja, dan roepen we maar meteen tussendoor tijdens dit praatje. Is het u ook wel eens overkomen dat u gewoon een verkeerde brandstof in uw auto stopte? Maar goed, die mannen hebben begonnen en wij dachten natuurlijk in onze onschuld, dat is zo gepiept. Hè? Dan komen ze eraan en ze schroeven de tankdop los, ze steken een slangetje in de tank en dan zuigen ze die tank binnen de kortste keren leeg. Maar dat is helemaal niet zo. Ze zeiden, dat gaat niet meneer, wel als uw tank helemaal vol zou zijn, dan is dat niet zo'n probleem. Dan kunnen we een deel daarvan, de helft kunnen we er eventueel zo rechtstreeks via de tankdop en daar langs naar buiten halen. Maar voor de rest gaat dat niet, dus het moet via de brandstofpomp, wisten wij veel. Maar de mannen, ze waren met z'n tweeën toevallig, want er was iemand bij om eens te kijken hoe het allemaal ging. En de motorkap open en ja, dan kun je er ook nog zomaar niet bij. Hè. Ze begonnen van allerlei dingen los te maken in die auto en, om bij die brandstofpomp te komen. Een leuk ding was eigenlijk nog dat hij zei, kijk eens meneer, u heeft ook nog een gast in uw auto. En wat was nou het geval? Er zat een muizennest tussen de draden. Een soort van muizennest denken we dat het was. Het was een keurig nestje met een paar eikels zaten erin. En het lag natuurlijk in die auto op een plaats waardoor het ook niet recht in brand kon vliegen. Want anders was het natuurlijk al lang verbrand geweest. Maar het was wel een leuk idee om te weten dat er een muizennest in had gezeten. Dat nu meteen weg was, want dat was natuurlijk wat, ja, je ziet dat allemaal niet als je zo die motorkap alleen maar open doet om even je olie te peilen. Want daaronder, daar zit die brandstofpomp. Ja, een ander geval was ook nog, we zeiden tegen die mannen, jongens, zit er nou in die brandstoftank nou onderaan niet een dop die je los kunt draaien en dat je dan gewoon daarmee al die brandstof eruit kunt laten vloeien. Ze moesten er een beetje meewarig lachen. Ze zeiden, meneer, als dat het geval was bij de auto's, dan zou u toch nog heel vaak merken dat u plotseling met een lege tank zou staan. Want er zijn nogal wat mensen die erop uit zijn om goedkoop te tanken en dan via jouw tank. Dus ze zouden heel gemakkelijk in de avonturen of wanneer u het niet ziet, die dop los kunnen draaien en uw brandstof eruit kunnen laten lopen. Weer wat geleerd, want de mensheid is natuurlijk ook weer niet zo lief en aardig als dat we dat soms denken. Want we hebben dat ooit eens gehad met een auto dat onze benzinetank scheurde. Dat was ergens anders en toen konden we dat met de dop daaronder allemaal uit laten lopen. Daarna die tank vol met water stoppen, nog een keer en toen daarna konden ze hem voorzichtig weer dichtlassen. Maar dat is een lange tijd geleden. Dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer zo. Dus we zagen die diesel via die dieselpomp met een slangetje naar zo'n container in die auto van de ANWB-mannen gaan. En het leek er niet op. Ik dacht, dat duurt uren en uren. Maar als je dan elke keer die contact aanzet, zeiden ze, binnen contact aan laat staan, dan komt daar uiteindelijk de diesel allemaal in terecht. Ja, het duurde een tijd. Maar ondertussen konden we de tijd doden met een ijsje. En het was, zoals we al zeiden, zonnig. En we hielden onszelf maar steeds voor dat vergissen menselijk is. En ja, we hielden maar op met ons voor de kop te slaan. Want ja, daar hadden we natuurlijk ook niks aan. Dat hielp ook helemaal niks. Maar uiteindelijk was het dan leeg. En ja, dan die brandstof die eruit komt, uit die tank, dat is gelijkertijd is dat wat ze dan noemen, ja, afval. Hè? Dat is afval, dat is gewoon, dat moet afgevoerd worden. Want je kunt er dan, zeggen zij niks meer mee, want het is een mengsel van diesel en een mengsel van benzine. Je zou zeggen, nou ja, kan je toch wel wat mee? Nee, daar moet je dan aan de ANWB, ook al ben je dan natuurlijk al jaren lid, toch nog €35 voor betalen, omdat dat nou eenmaal als afvalstof moet worden afgevoerd. En waarom? Die mannen leggen dat aan ons uit, want we zijn natuurlijk zo onnozel dat we dat allemaal niet begrepen. Hij zegt, meneer, als u natuurlijk in diesel zit namelijk een oliesoort verwerkt, zou je zo niet zien, maar die oliesoort die smeert uw auto als die loopt. En in benzine zit dat niet. En als u dus met een dieselauto op pure benzine zou rijden, nou, dan komt u van een zeer koude kermis thuis, want dan loopt uw motor vast en dan is die kapot. Afhankelijk van het mengsel, want bij ons in de auto zat al nog een heleboel diesel en dan zat er nog 16 liter benzine bovenop en dat was nog lang niet vol, dus dan had je nog niet direct de grootste schade gehad, maar het was toch beter om dat niet te doen. Maar goed, we leerden nog het een en ander van zo'n gebeurtenis. Ja, en je kunt het geloven of niet, we waren dolgelukkig toen het allemaal achter de rug was en er weer wat diesel in de lege tank gegooid kon worden en we weer konden starten en verder konden gaan naar onze afspraak die we toen maar hebben omgegooid naar iets anders leuks. En als we nu weer gaan tanken, dan kijken we extra goed naar die slangen en dan willen we zeker weten dat er diesel op staat voordat we gaan tanken, want het is toch eigenlijk zo... Oh, het is menselijk, niets menselijks is ons vreemd en ook fouten maken, dat is... Ja, dat behoort tot het dagelijks leven. En dit was nou goed te herstellen. Maar je kunt ook fouten maken die natuurlijk helemaal niet te herstellen zijn. Waarbij je veel grotere problemen krijgt. Wat denkt u ervan als u bijvoorbeeld verkeerd bestrijdingsmiddel of iets wat in uw tank stort en u gaat uw gewas besproeien en u komt te laat tot de ontdekking dat het verkeerd was? En ja, dan is het heel moeilijk om nog zoiets te herstellen. Maar nog erger, dat is een aantal jaren geleden gebeurd in een ziekenhuis in Vlissingen, geloof ik dat het was, dat iemand zijn been moest worden afgezet. En die chirurg, die had zich vergist en die zette het verkeerde been af. Dus die man werd wakker en die dacht, wat krijgen we nou? En het gevolg was dat ook natuurlijk dat been dat er eigenlijk af had gemoeten, er ook nog af moest. Ja, en dat zijn natuurlijk onherstelbare fouten. Zo zou je dat wel kunnen zeggen. Dus dan is de fout van een verkeerde tankbeurt, dat is nog niet een grote fout. Maar wel iets om van te leren dat je altijd alert moet zijn en toch 2 keer moet kijken of je wel het juiste doet. Maar mannen, dat was nou zomaar eens een tussendoorpraatje dat we eens even kwijt wilden, want we kunnen er allemaal van leren. Let op wat je doet en doe wel veel dingen routinematig, maar het is toch niet verkeerd om elke keer even bij stil te staan of het wel juist is wat je hebt gedaan. Los daarvan, het is vandaag, zoals we al zeiden, de 23e augustus en we krijgen een fantastisch cadeautje. Als nazomertje zou je bijna kunnen zeggen, eind augustus, het wordt vandaag al zo'n graad of 3,24, morgen, zaterdag, zondag, 4, 5, 25, 26, soms wel, misschien wel 30 hier en daar. Ja, voor de meeste mensen is dat natuurlijk een prachtig toegifje van ja, het einde min of meer al van augustus. Voor sommige boeren hier bij ons in de buurt is het nog steeds veel en veel te droog. En we zien nog steeds de regeninstallaties aan het werk. Ook al zou je zeggen, dat is misschien niet meer nodig. Maar toch is dat zo. Maar ja, van de andere kant, aan het weer kunnen we niks doen. Dus als je er niks mee te maken hebt, dan zouden we zeggen, geniet van deze mooie nazomer. Want ja, dat is toch maar een leuk cadeautje dat we krijgen. Mannen en vrouwen, oudoe en we leven naar welzijn. De groeten van Merijntje, tot volgende week.